Ben jij er klaar voor? Ben je niet iets meer in beeld? Dan kan je dat niet. Hoi, het is heel erg lang geleden dat ik een shoplog heb opgenomen. Volgens mij al een half jaar geleden of zo. Ik shop gewoon niet zo heel vaak. En ik vind vooral de shoplogs van de Primark altijd zelf heel erg leuk om te zien. Dus ik neem eigenlijk alleen maar een shoplog op als ik bij de Primark ben geweest. En ik merk dat eigenlijk ik vooral heel veel kleren kan vinden bij de Primark als ik een beetje naar de herfst en de winter ga. Lekker de vesten en de trui en zo. Die vind ik vooral heel erg leuk. Dus ik ben drie dagen geleden ben ik bij de Primark geweest. En ik heb wat dingetjes gekocht die ik heel graag wil laten zien. Oh ja, ik begin met deze trui die ik aan heb. Want deze is van de Primark. Ik dacht in eerste instantie toen ik deze trui zag, dacht ik, oh, dat is zo'n lekkere thuistrui, want hij is heel erg lang. Ik weet niet, jij kan opstaan, maar dan zie je waarschijnlijk mij niet meer. Maar je ziet wel hoe ver die komt. Ik dacht toen in eerste instantie, dat is lekker voor thuis, lekker op de bank en zo. Maar toen had ik hem thuis aan en toen dacht ik, nee, dit is gewoon echt een superleuke trui. Ook gewoon voor buiten en als je ergens heen gaat. En ik heb hem nu met Minatonka's gecombineerd. Maar ik denk dat het ook echt heel erg leuk is met Allstars en zo. En ja, ik ben echt heel erg blij met deze trui. Het voelt echt zo'n baseball... Sorry als ik heel lang over deze trui doorga. Maar het voelt echt zo'n baseball trui die je dan van je man of van je vriend aan hebt. En die veel te groot is en zo. En goed. Oké, ja, deze trui... Of het is een vest eigenlijk. Ze hadden heel veel vesten en truien bij de Primark. En ik hou er heel erg van die lekkere gebreide dingen. En ik heb er maar één meegenomen, want deze vond ik gewoon echt het leukste staan. En hij is gebreid en hij is bruin, maar af en toe lijkt hij ook een beetje groenbruin, vind ik. In de winkel leek hij groen, maar ik vind hem nu wel echt heel bruin. Anyhow, hij is heel erg leuk. Hij heeft korte mouwen, maar omdat hij zo baggy valt... Oh, sorry, ja, de hond is er ook. omdat hij zo baggy valt, ja, valt hij eigenlijk wel verder dan korte mouwen. En ja, hij is lekker warm en groot en daar hou ik heel erg van. Dus hier ben ik heel blij mee. En ik heb nog een trui gekocht. En dat is deze blauwe. Even kijken, zit hij nou binnenstebuiten of niet? Nee. Ja, dit is eigenlijk gewoon een beetje een simpele trui. Maar ik denk dat hij wel heel leuk staat. En hij valt ook wel ietsje groter naar mijn idee. Ja, hij viel ook wel groter. Ik moet heel veel herinneren, want ik heb hem snel in de winkel snel over mijn kleren aangetrokken. Maar hij valt een beetje baggy ook. Klein beetje, maar wel nog netjes baggy. En ja, ik vond hem gewoon heel erg leuk. En ze hadden heel veel van deze truien met zo'n streep in het midden. En Hans die was mee en die zei constant, waarom doen ze nou zo'n streep in het midden? Ik zei, Hans is mode. Maar ik vind hem heel erg leuk. Dus ik heb hem gewoon meegenomen. En verder, ik vind zelfs nog een flesje cola. Ik heb altijd cola mee. Goed, die heb ik niet gekocht. Elastiekjes, daar, ja, ik ben gek op de elastiekjes van de Primark, want die zijn zonder zilvertje en daar betaal je maar €1 voor of €1,50. En die vind ik heel erg fijn, dus ik heb elastiekjes gekocht. Even kijken hoor, ik had ook nog iets van sokken, dacht ik. Oh ja, deze alleen. Oh nee, deze ook, wacht. Ik heb sokken gekocht. Ja, eigenlijk allebei echt weer lange sokken, echt dan een beetje voor de herfst en de winter. Deze vond ik heel erg leuk, want ik zal het laten zien. Ja, ik vond alles natuurlijk heel leuk, maar... Ik vond echt de kleuren heel erg leuk. Maar ze hebben ook echt zo'n Scandinavisch, een beetje zo'n patroontje erop zitten. Het is een beetje een Scandinavisch patroontje. Dat vind ik wel heel erg leuk. En de kleuren vond ik heel leuk. En ja, goed. En ik heb ook nog echt iets meer wintersokken. De kleuren zijn echt heel erg winters. Dan weet ik in ieder geval zeker dat Hans mijn sokken niet had. Als ik simpele bruine of zwarte of witte sokken heb. En dan niet deze, maar gewoon echt helemaal... simpel, dan worden mijn sokken altijd gejat. Dus ik moet echt typisch vrouwelijke sokken kopen. Verder heb ik dus, ja, weet je wat ik merk? Eigenlijk is dit het enige wat ik voor mezelf heb gekocht. En weet je waar dat komt? Omdat ik merk, ik ben nu al 3 jaar of zo shoppen bij de Primark, sinds het in Nederland is, denk ik. En ik merk dat ik steeds kritischer word met spullen die ik koop. Bijvoorbeeld, vorig seizoen heb ik nog een trui gekocht, maar die trui is echt heel snel uitgelubberd. En een paar dagen geleden vond ik dus weer zo'n trui in de Primark. En toen dacht ik gelijk, oh, die moet ik niet kopen, want die lubbert heel erg uit. En bijvoorbeeld de blouses in de Primark ben ik ook niet zo fan van, want dat is vaak, ja, het is zo'n stofje waardoor je niet hoeft te strijken, maar het is ook wel heel erg een zweetstofje. Dus ik merk gewoon dat ik steeds kritischer word. Maar de spullen die ik heb, daar ben ik zo blij mee. Ik heb vesten nog van 2 jaar oud die nog steeds echt prima zijn. Maar ik merk wel dat je het een beetje tussen moet zoeken. Wat is dit nou? Oh, dat is een shirt van Hans. Ik wou zeggen, heb ik nou nog iets voor mezelf. Maar dit shirt vind ik heel erg leuk. Blauw wordt gestreept. En dan matchen we een beetje. Nee, maar die vind ik wel heel erg leuk. Lekker simpel. En de shirtjes voor mannen van de Primark zijn echt...
super. Ik geloof dat ze maar 2, 3 euro zijn. Oh, 5 euro. Sommige zijn 2, 3 euro. En ze doen echt niet onder voor Wii of H&M of zo. Het zijn echt hele goede shirtjes. En ja, oh, nog een simpel wit shirtje. Er is niet zoveel bijzonders eigenlijk aan. Nog sokken voor hem. Ik kan me dit niet eens herinneren meer. Ik denk dat hij die erin heeft gegooid. Gewoon simpele zwarte sokken. En kleurtjes sokken. Ik vond deze heel erg leuk. Hele leuke echte winterse kleuren. En dan het laatste, wat ik echt ontzettend leuk vind. Ik heb hier heel lang discussie over gehad met Hans. Want Hans vond het onzin om te kopen. Maar toen heb ik dingetjes van mij teruggelegd om hem te overtuigen dat ik het echt heel graag wilde. Niet lachen. Maar ik vind hem zo ontzettend schattig. Ik dacht, volgens mij staat die Tessa helemaal niet zo goed. Want de kleuren zijn net niet helemaal Tessa's ding. Moet je mij horen hoor. Maar goed, ik vind hem zo ontzettend leuk. En ik ben helemaal niet van de kleertjes voor honden of zo. Dat vind ik allemaal niks. Maar ik vind het gewoon af en toe heel grappig om iets aan te trekken en dan op de foto te doen of zo. En in de echte winter, als het echt heel streng is en er is sneeuw, dan is het gewoon ook wel eens heel praktisch. Want als je dan een paar keer per dag naar buiten gaat en Tessa wordt dan gelijk... die hoort dan gelijk de stem. Ja, ik heb het over jou. Dan ga je naar buiten en dan gaat ze in de sneeuw en dan wordt ze nat. En dan ga je 's middags weer naar buiten en wordt ze weer nat. En als ze dan iets aan heeft, dan is het en niet koud voor haar en ze wordt niet elke keer nat. En dan gaat ze ook niet elke keer stinken en zo. Nou goed, je begrijpt het al. Ik vind het gewoon ook echt heel erg leuk stiekem. Dus ik ga even kijken wat ze ervan vindt. Kom eens. Hallo? Ja, ze is heel erg heel de dag al in de slaap moet. Wanneer niet, maar kom. Kom eens. Gaan we je jasje eens aandoen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het staat. Ze heeft er echt geen zin in. Ik heb een cadeautje voor jou. Kom eens. Kom dan. Zo. Ze heeft er echt geen zin in. Ook weer trouwens zielig. Oh, ik ben heel bang dat haar vel er tussen komt. Oh, nu zit er een haar tussen. Zo. Ik ga hem niet helemaal dicht doen. Hupsakee, hij past wel echt perfect. Ik was heel erg bang dat de maat niet goed was. Want dit was de grootste maat. En ik dacht, dat zal wel voor grote honden zijn. Maar ik dacht, ik heb liever te groot dan te klein. Maar... volgens mij vindt het echt niet zo leuk. Dit is echt erg. Hé, hey, vind je het niet leuk? Je wil volgens mij gewoon slapen. Hé. Hey. Ik zal eerst meer... Zo, kun je het misschien wel beter zien. Nou. Goed, ik heb nog één ding om te laten zien. Ik laat heel veel testen dit nog aan hebben om te kijken wat ze ervan vindt. Maar, ik laat nog één ding zien. Oké, dat dus niet. Ik laat nog één ding zien. Ik ben ook nog naar de Bershka geweest. Ik vind de Bershka en de Pull & Bear en zo vind ik heel erg leuk. Iets duurder dan Primark, maar ook wel iets betere kwaliteit vind ik meestal. En daar vond ik deze echt geweldige trui, vind ik. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind hem heel erg chic. En als je deze trui aan hebt, dan hoef je eigenlijk bijna niks meer aan. Je hoeft tenminste wel een broek of zo. Maar ik bedoel, je hoeft niks meer... Ja, je kan nog een wit sjaal erop doen of zo. Maar je hoeft niet meer ja, het helemaal fashionable te maken. Dit is gewoon al fashionable. Ik vind hem echt geweldig leuk. En die was dus van de Bershka. En die was ook maar 25 euro. Dus ook niet zo duur. En dit was het eigenlijk al. Tessa, kun je nog even doei zeggen? Het is dat jullie niet kunnen zien, maar kom nou. Kom. Kom, kom, kom. Zo. Nou, wij gaan afscheid nemen. Ik weet niet zo goed of ik dit aanlaat bij Tessa. Maar ik ben dat ik het maar weer ga uitdoen. Ik vind het gewoon echt te zielig. Ik denk niet dat het helemaal haar ding is. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Blijf je nog even zitten? Even nog even zitten. Ook al maak je me helemaal vies met je haren. Zo. Ik vond het heel erg leuk om te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik hoop dat je het ook heel leuk vindt. Laat het me weten in de comments of doe een thumbs up. En ja, de volgende shoplog zal nog wel een keertje komen deze winter. Want wat ik zeg, ik vind de Primark nu echt geweldig met al zijn truien en zijn vesten. Dus ik ga binnenkort nog wel een keertje winkelen en dan komt er weer een shoplog. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Doeg! Doeg! Gaan we weer terug snel, want dat is leuk voor het eindshot. Nu blijft ze zitten. Nu blijf je wel zitten. Volgens mij denkt ze nu, ik vind dat prima. Oh, daar hou ik van jou. Kom, gaan we hem uitdoen.